nu gewoon heel actief, een beetje hyper bijna. En ik vind het sporten heel erg leuk, vreemd en onverwacht genoeg. Ik voel me vooral mentaal heel goed. Ik denk dat dat voor mij, en ik denk ook dat ik wat dunnere wangen heb. En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen. Ik was alles kwijt, maar mijn vloed herenigd. Voor mijn zondes af en toe gebeden. Ik ga uiteten voor een goede prijs. Ik ben zo trots op koken. Ik kan helemaal niet koken. En opeens kan ik koken. Omdat Babette mij gewoon precies zegt wat ik moet doen. Ik ben gewoon een gelukkig mens. Wordt dit misschien ooit wat minder? Dit hier. Duikje. Uiteindelijk gaat het niet over de esthetiek. Maar hoe je je voelt. Nu voel ik me helemaal mannetje. Nou. En, ja, het gaat heel goed. Ik val lekker af. Het gaat echt veel makkelijker dan ik dacht. En ik vind het eten heel erg leuk nu. Eerst vond ik de gym leuk en nu het eten. Want ik leer gewoon koken. Ik kan nu al dingen aan die ik tijdelijk niet aankondig. Het is inderdaad, zoals Babette en Patrick zeggen, een cadeau wat je aan jezelf geeft. Op weg naar New York. Vandaag ga ik. We zijn hier helemaal heen gevlogen en dus dat is super spannend. Ik voel me heel goed. We zijn bijna aan het eind van de eerste 6 weken. Dus ik heb meer structuur in mijn leven. Ik voel me actiever. Ik ben veel sterker. En ik kan koken, dankzij Babette. Voor die shit die ik nu bezit. En ik vroeg een mail, maar ik heb fans gekregen. Ja, ja, perfect. Mooi, heel goed. En ze praten wel, maar toch doen jullie niks. Waarom stress je mij als in? We gaan nu kijken wat er bestaat. Ja, ben ik klaar? Wow! Oh my god. Nobody, baby. Dit is niet normaal. Mag ik er een foto van maken? Dit is niet normaal, jongens. Toch niet normaal, dit verschil. Ik ben een beetje emo. Ik vind het super gaaf. Beetje emo, omdat het is toch heel bijzonder om te doen. En ja, ik weet niet. Ik ben heel trots op. Ook omdat ik best wel mijn, zeg maar, mijn contact met mijn lichaam kwijt was. En dat vind ik ook wel chockerend om te zien dat je dat echt ziet in die foto, in die blauwe bikinifoto. Nee. Zie je gewoon dat ik niet meer lekker in mijn vel zit. Nee. En nu zie ik dit en ik wil nog veel verder doen. Maar ik ben wel heel dankbaar aan jullie, want het is wel echt heel bijzonder. Ik heb er wel van. Maar onze hele trip naar New York, maar ik vond het wel heel erg te moeilijk. Ik heb wel gedacht van dit is wel een hele grote beloning. Ja, nee, ja. Het is echt niet normaal. Het is echt, en het is ook, wat ik ook wil benadrukken, is dat dit is natuurlijk de verpakking en die is fucking vet. Maar echt wat daaronder zit is nog veel belangrijker. En dat is dat je weer, je voelt je gewoon weer vitaler. Maar ook, ja, ook, het is niet eens seksueel of whatever, maar het is dat je van je lichaam gaat houden. Dat is gewoon, ja, kijk nou, kijk, zie nou. Ik ben op straat, ik ben met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen, dus word niet te verliefd.